Dag allemaal. Het vervolg van het proemium van de Aeneis van Virgilius. Regel 12, 13, 14, 15, 16 en 17. En voor de helft vandaag. Er was een oude stad, Urbs Antiqua fuit, tussen haakjes. Tyrische kolonisten tenueren bewoonden haar. Dat is een verkorte vorm van tenuerunt. Perfectum van teneren in dit geval hebben of houden. Dus in dit geval betekent dat bewonen. Dus bewoonden, en dan moet je aanvullen haar, hè, die stad. Te weten, Carthago. Waar was die dan? Contra Italiam, dus gewoon tegenover Italië. En waar nog meer tegenover, of hoe kan je dat nog meer zeggen? Ja, longe en in de verte, op verre afstand, ver weg. Contra moet je halen, in de verte tegenover de Tiberina Ostia, de Tiberijnse monding, oftewel de monding van de Tiber. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want het lag er niet echt tegenover. Het was geen Corsica of zo, hè, maar het ligt in ieder geval aan de andere kant van de zee. Als je dus een beetje schuin oversteekt de zee, dan kom je vanuit Rome inderdaad bij Carthago. Er wordt nog een bijstelling toegevoegd met comma's. Rijk aan schatten. Divers is gewoon een bijvoeglijk naamwoord. Dat betekent rijk. Medeklinkerstam. En opum is degene die het meervoud van ops. En dat is hulp, maar het meervoud opeet betekent dat rijkdommen of schatten. Laten we hier schatten nemen, want we hebben hier al het woordje rijk. Dan zeg je rijk aan rijkdommen, dat is een beetje typisch. Rijk aan schatten, rijk van schatten. Hè? Dus dat is die genetiefs, dat hoort, is een aanvulling bij dat woordje divis. Rijk aan schatten. Que en asperrima, dat is de enkelvoud nominativus, hoort dus ook weer bij die stad, bij Carthago. En zeer woest of zoiets dergelijks. Studiis, letterlijk door de, ja, laten we zeggen, de studie of de ijver, of ik kan zeggen de voorliefde of zo, maar dat is misschien een beetje te vrij. Laten we zeggen de studie van oorlog. Hè. Bellum belli is geen aanvulling bij dat studiis. Dus de studie van dus de inspanningen voor de ijver, of in de voorliefde voor oorlog. Daardoor was ze zeer woest. Net zo woest eigenlijk als Rome. Hè. Rome was een ontzettende vechtersstad. En Carthago, daar wordt ongeveer hetzelfde van gezegd. En dan krijg je een betrekkelijke bijzin met quam. En daarin het woordje vertur. Dat is eigenlijk betekent zoiets als wordt gebracht. Maar deze betekenis hier, in deze zin krijg je meer dat met woorden wordt overgebracht. Dus dat is wordt gezegd. Ja, wordt gezegd. Dan krijg je daar vaak een NCI bij. Dus passieve omzetting eigenlijk van een ACI. Dat werkt dan zo dat het onderwerp, is de persoon waarover iets gezegd wordt. Letterlijk, die Juno gezegd wordt, te hebben coluisse, te hebben vereerd. Dus niet die stad vereerde Juno, nee, Juno vereerde die stad. Of koesteren, laten we dat nemen, dat is nog mooier eigenlijk. Die Juno gezegd wordt te hebben gekoesterd. Hier, perfectum infinitivus, vandaar hebben. Dat kunnen wij natuurlijk niet echt zo zeggen. Je moet het ombouwen tot die Juno koesterde naar men zegt. Of zoiets. Ja, die zoals men zegt, Juno gekoesterd heeft. Dat is eigenlijk de mooiste manier om het te zeggen. Dat noem je een NCI. Nominatiefs met de infinitiefs altijd te vinden na een passieve vorm van iets wat zeggen betekent. Dus wordt gezegd. Dus die Juno, naar men zegt, gekoesterd heeft. Unam. Als enige. Gaat nog eens over die Carthago. Magis. Omnibus terris. Meer dan alle landen. Beetje dubbelop, hè. Als enige gekoesterd heeft. Meer dan alle landen gekoesterd heeft. Dat noem je ook wel een pleonasme, als het ware. En heb je nog over post habita samo. Tussen van die getippelde haken. Dat betekent dat het iets als een ablativus absolutus is, of zoiets dergelijks. Dat hoort dan in dit geval bij elkaar. Dit is een PPP van post habere, achterstellen. Dus letterlijk zoiets als nadat, hè, PPP, vanuit nadat, samos. Ablativus is eigenlijk Samos geworden, het Latijn, hè? Dat eiland. Samos, ablativus Samo. Nadat Samos achtergesteld was. Eilanden zijn altijd vrouwelijk, vandaar habita. Nadat Samos achtergesteld was, betekent iets als
ze vond Carthago zelfs nog belangrijker dan Samos. Ja, zelfs, want op Samos stond een hele beroemde, grote, belangrijke tempel van Juno. Eigenlijk Hera, hè, want het was een Griekse tempel. Virgilius zegt, zelfs met achterstelling nog van Samos hield Juno meer van Carthago dan alle andere landen. Zelfs meer dan Samos. Met achterstelling van Samos. Dat is een mooie manier om die twee woorden te vertalen. Punt. Pleonasme heb ik al gezegd. Ik heb nog niet echt gezegd dat hier ook nog een enjambement zit. Hè? Italiam contra Timarina qualunghe Ostia. Omdat Terina bij Ostia hoort. Dus je kunt zeggen dat het een enjambement is. Tin loopt door op het einde van de versregel. Ik weet niet of dat nou daadwerkelijk hier echt veel doet hier. Of dat dan betekenis heeft. Ja, nee, daar twijfel ik over. Het is ook niet heel krachtig of zo, maar het is wel even dat je ziet dat het zin doorloopt. Laatste zinnetje voor dit filmpje dan. Hic ilius arma, hic currus fuit. Hier haar wapens, hier was haar wagen. Je moet fuit hier aanvullen. Hier waren haar wapens. En ilius moet je dan weer hier aanvullen. Hier was haar wagen. Dat is nog wel even iets wat je even over kan afvragen. Juno is toch de godin van het huwelijk, of in ieder geval de vrouw van de oppergod en zo. Maar haar kenmerk is van het huwelijk. De pauw en zo wordt dat mee afgebeeld. Maar hoezo dan opeens wapens en wagen? Dat heeft er toch niks mee. Dat is toch iets meer iets voor Minerva of zo, of eventueel voor de god Ares of Mars, hè, in het Latijn. Dat komt omdat hier gelijkgesteld wordt met de Carthagische godin Tanit. En dat was een oorlogsgodin, maar dat was in de gelijke tijd de belangrijkste godin eigenlijk bij de Carthagers. Vandaar dat die attributen van wapens en wagen genoemd worden. Dat is een anafoor, zoals je kunt zien. Hik en hik. En hierna komt er nog hok. Kan je op de volgende kan je dat zien, hè? Hok komt er nog door. En dat is ook allemaal in asyneton neergezet. Zonder verbindingswoordjes hier en ook hierachter geen verbindingswoordjes. Dat is allemaal natuurlijk gedaan om nadruk te geven. Hier was haar wagen. Waren haar wapens. Hier was haar wagen. En dit enzovoort. Hè, dat gaat dan door. Om nadruk te geven aan hoe belangrijk Carthago was voor Juno. Dan begrijpen we ook de vraag die hier voorgesteld wordt. Van waar was ze nou zo boos over? Waar zo verbitterd over? Waarom was ze nou zo beledigd? En waar zijn er zoveel woede in de harten van de goden? Natuurlijk is er zoveel woede bij Juno. Hè, want ze was boos op alles wat Trojaans was. Vanwege dat Paris-oordeel toen ze die appel niet had gekregen. Maar ook belangrijk om te weten dat Juno een hele grote voorvechter van Carthago was. Tot zover. Een andere keer lezen we weer verder. Tot dan!